Welkom bij deze tweede kennisclip over ARPA. In deze kennisclip worden verschillende functies van een ARPA behandeld. Met de Acquired Target functie wordt het volgen van contacten geïnitieerd. Dit kan met de hand gebeuren of automatisch. Bij Manual Acquisition plaatst de operator met bijvoorbeeld een muis of een rollerball een plusvormig signaal in de buurt van het doel dat gevolgd moet worden en drukt daarna op de knop Acquire Manual. Vervolgens gaat de ARPA op zoek naar het contact binnen het target window en als het contact gevonden is, dan wordt het door de ARPA gevolgd. Dit proces is behandeld in de kennisclip over de werking van ARPA. Bij Automatic Acquire gaat de ARPA zelfstandig op zoek naar doelen. Een mogelijkheid daarbij is dat de operator een zoekgebied definieert en binnen dit gebied gaat de ARPA dan zelfstandig op zoek naar contact. Een andere optie is dat de operator zogenaamde guard zones of guard rings definieert. Dit zijn meestal een buitenste en een binnenste ring rondom het eigen schip waarvan de operator de straal op kan geven. De ARPA zoekt nu continu de guard rings af naar contacten en wordt er iets gevonden, dan wordt dit contact gevolgd. Een contact dat pas op de radar verschijnt tussen de binnenste en de buitenste guard ring in, wordt dus pas gedetecteerd en gevolgd als het de binnenste guard ring gepasseerd is. Dit kan aan de late kant zijn. Omdat de ARPA ook delen van land kan gaan volgen, is het vaak mogelijk om zogenaamde Area Rejection Boundaries te definiëren. Buiten deze grenzen zoekt de ARPA niet naar contacten. Vanwege de verschillende nadelen die kleven aan de automatische acquisitie van doelen, wordt deze functie aan boord meestal niet gebruikt. Het is zeker niet de bedoeling dat deze functie beschouwd wordt als een automatische uitkijkfunctie. Ongeveer 1 minuut na de acquisitie moet de ARPA in staat zijn de trend van de beweging van contacten aan te geven en na 3 minuten moet de ARPA in staat zijn om een redelijk nauwkeurige aanduiding van de beweging van contacten te geven. Aan welke nauwkeurigheidseisen de ARPA moet voldoen is behandeld in de kennisclip over de werking van een ARPA. De ARPA moet in staat zijn om tenminste 20 contacten te volgen. Moderne ARPA's kunnen 50 of meer contacten tegelijkertijd volgen. Het nadeel van het volgen van veel contacten is dat het scherm overvol kan raken, waardoor de operator door de bomen het bos niet meer ziet. Een goede selectie van de te volgen contacten en het tijdig stoppen van het volgen van contacten die niet meer van belang zijn, kan dit voorkomen. Er moeten echter ook niet te weinig contacten gevolgd worden. Hierdoor zouden belangrijke contacten gemist kunnen worden. Van gevolgde doelen kunnen voorgaande posities, oftewel past positions, getoond worden. Dit kunnen ware of relatieve past positions zijn. Bij ware past positions liggen deze posities in het verlengde van de ware vector van een contact. Bij relatieve past positions in het verlengde van de relatieve vector van het contact. Met behulp van de ware past positions kan snel gezien worden of een contact van koers verandert of van vaart verandert. Bij relatieve past positions is dit wat lastiger. Het niet op één lijn liggen van relatieve past positions kan namelijk gevolg zijn van een koersverandering, van een vaartverandering of van een combinatie van beide. De beweging van gevolgde doelen wordt aangegeven met vectoren. Er kan hierbij gekozen worden tussen relatieve vectoren en ware vectoren. Met behulp van de relatieve factoren kan de navigator snel zien of een schip bijvoorbeeld voorlangs of achterlangs gaat passeren en of zich met schepen een dichtbij situatie gaat ontwikkelen. In de figuur is de distance CPA van contact A nagenoeg 0 en met dit schip bestaat dus gevaar voor aanvaring. Contact B zal achterlangs passeren en contact C is een oploper aan bakboord. Met ware vectoren wordt er goed overzicht gekregen van de totale verkeerssituatie. Ook kunnen koers en of vaartverandering van schepen snel herkend worden. Aangeraden wordt om regelmatig te switchen tussen relatieve en ware vectoren. De navigator moet wel altijd goed weten welk soort vectoren getoond worden op het scherm. Van gevolgde en geselecteerde contacten kunnen gegevens opgevraagd worden. Bij de getoonde ARPA kan dit slechts voor één contact tegelijkertijd. Met behulp van de trial maneuver functie kan een geplande manoeuvre van tevoren gesimuleerd worden.
Zeker in complexe verkeerssituaties kan dit nuttig zijn, omdat zo bijvoorbeeld gecontroleerd kan worden of een uitwijkmanoeuvre voor het ene schip niet leidt tot een dichtbij situatie met een ander schip. Koers- en vaartveranderingen, of een combinatie van beide, kunnen gesimuleerd worden. Ook kan de tijd ingesteld worden waarop de manoeuvre uitgevoerd zal gaan worden. Tijdens de simulatie verschijnt een grote T in het beeldscherm, zodat duidelijk wordt dat het om een simulatie gaat. Een ARPA kan verschillende alarmen genereren. In deze dia wordt een aantal opgenoemd. Gaat een alarm, dan moet de navigator het alarm accepteren en de oorzaak van het alarm proberen te achterhalen. Alleen maar wegklikken is dus niet voldoende. In deze dia worden de symbolen weergegeven die in verschillende situaties op het radarscherm getoond moeten worden bij gevolgde contacten. Het standaard symbool voor een ARPA is een rondje rond de echo van het contact met een vector. Ontstaat een dichtbij situatie, dan verschijnt een rode, knipperende driehoek rond het contact. Indien een contact geselecteerd wordt, dan verandert het rondje in een vierkant. En hiermee eindigt de kennisclip over verschillende ARPA-functies. Hoe deze functies gerealiseerd worden, varieert vaak per ARPA-fabrikant. Ook kunnen verschillende ARPA-fabrikanten verschillende nieuwe functies introduceren. Het is daarom aan te raden de handleiding van een onbekend type ARPA voor het gebruik aandachtig te bestuderen. Zo komt men niet voor verrassingen te staan op het moment dat men een bepaalde functie echt nodig heeft en er geen tijd meer is om de handleiding te bestuderen.